Ik zie zoveel Phantom Moths om me heen, maar er zit geen schijnende Phantom Moth bij. Zo, ik heb een televisieveel trofee achter elkaar, huts. Huts aan Evo. Jij bent zo'n trofeeënmaster. Jazekering. De hypothekering? Jazekering. Dit einde is best wel vet. Phantom Moth is best wel creepy als je zo kijkt. Hij kijkt echt je ziel in. Maar echt. Protect the senators. I will kill that old man. Kaboom. Je zou echt sandering booming zeggen. Ja, was een explosie. Ja, het was echt een gigantische explosie. Is de Death Star kapot? Nee, dat niet. Oh. Jullie weten wie de Emperor is? Nee. Paddy? Nee. Oh, oké, laat maar. Ik heb echt niks met Star Wars. Oké, laat ik het makkelijk maken. Big Paddy, oude man, schiet met zijn vingertop elektriciteit. Oh ja, die ken ik. Ja. Ja, ik. Hij is van die meme van. Unlimited power! Toch? Ja, die. Ja. Die is ook van net. Do it. Guys. Nou ja, dat deed hij dan tegen mij en ik blokkeerde het. En ik kwam dan steeds dichterbij er. Totdat dan ik heel dicht bij hem ben. Dat ik hem bijna kan aanraken. En ik schreeuw dan. Whoa! En dan boom. Hele kamer ontploft. Gezellig. Jazeker. Het werd zeer hard geboomingd. Het was geboomingd. Mot, 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 venom, mot, mot, venom, venom, mot, mot, mot. Yes, we are. Ik heb mot met Venno. Een Venomut. Venomutkip. Venomutkipping. Yeah. That's a weird fish. Alohomora. Een symbool. Woosh. Woosh, woosh. Oké, nu moet ik de Colosseum gaan bevechten. Geweldig leuk. Die is easy. Helemaal niks geweldig en leuk aan. De Colosseum is easy. Easy peasy lemon squeezy. Ze hebben wel eens van die limoenen die je moet uitknijpen. Ja. Of zo'n citroentje voor je Long Island. Precies, maar dat is een lemon is een citroen. Alohomora. Paarheid Colosseum Battle 1. It was you, chick. He was in love with you. Barboach. Een sensschiel. Heel zieke blub. Heel mooi. Geweldig. Betoverend, eindeloze, Star Wars muziekjes. Star Wars muziekjes. Ik denk dat ik vanaf nu Venomoth de meest creepy Pokémon ooit ga vinden. Rebellion. Ja? Ja. Kijk dan hoe die me in mijn ogen staat, dat is gewoon eng. Hij wil je gewoon eventjes goed bekijken. Ja, dat blijft. Even goed kijken in die ogen. Wordt hij getoeterd door Rusty. Lekker man. Doet Rusty zo'n toetertje? Ja, hij doet een air horn. Een toeter. Dan wil ik ook wat doen. Even kijken wat ik ga doen. Hij wil dat wel. Ja, ik wil deze. Kijk of we nog
nog wat leuks bij Paddy. Paddy, jij, jouw kamer wordt paars. Oh! Dat is maar voor 1 minuut, hè? Dan weet je dat. Ja, helaas. Ik voel me paarsig. Ik wou dat het langer was. Ja, sorry, ik kon... Ik wou het eigenlijk ook unlimited zetten, maar dat kon niet. Maar kon je niet gewoon zeggen zo van... Unlimited power! Nee, dat kon ik niet. Nou, jammer. Maar hij kan ook geen bliksem uit zijn vingers schieten. Dan was ik zo'n... iemand van de vuurnatie geweest. Ja. Ah ja. Continue game. Natu! Hey, die heb jij shiny. Klopt. Godverdomme. Met ook een shiny Metapod. En een shiny Ralts. Allemaal in 2 minuten, zoiets. Nee, Metapod was... Nee, Natu was de eerste stream. En daarna, in de tweede stream, kreeg ik Natu en Ralts echt alle twee in 2 minuten. Ja. Wauw. En dat was in de Sword and Shield random encounters, hè? Dat was dus niet... Ja. Maar er waren alle twee full odds. Ja, alle twee full odds en er was ook geen overworld. Dus dat was pittig kut, zeg maar. Nou, voor jou niet, maar... Hoorde jij de toeter niet? Dan heb ik niet goed gehoord. Als je de cricket toen wel hoorde... Rebellion. Oh, dat klopt dat je die niet hoort. Want ik heb dingen, denk ik niet aan. Hoorde jij de cricket toen, Nando? Ik denk het niet. Want ik hoorde hebt... het van jou af. Oh. Nee, die hoorde natuurlijk niet omdat ik audio niet aan heb staan. Oeps. Omdat ik dit gebruik als... als voor opname. Commentary. Ja, dat is kut. Je krijgt hem nog te goed, ja, die toeter, voor de volgende stream, Rusty. Hoorde je de pompoens op... Nee, die heb je dan ook niet gehoord straks. Wat is die? Even vergeten. Dat kan. Met de tijd is confused. Niet bij de tite. Hij mocht gewoon aanvallen. Bam bam. Oeh, volgens mij hebben die allebei nog niet. Even kijken. Rusty, dat komt omdat die... allemaal op een timer van 1 minuut staat volgens mij. Ik kan hem niet op oneindig zetten. Dat kan ik niet. Vind je heel jammer. Dat komt toch een tijdje geleden wel? Nee. Hè? Ik kan me herinneren dat ik een paars deed en dat hij toen bleef totdat Jack kwam. En Jack zoiets was van, nee, we gaan oranje. Ja, maar dat komt omdat jij heel vaak paars had gespend volgens mij. Dat dit niet meer kan. Oeps. Maybe. Lumos. Dat was niet de bedoeling. Nee. Mutsdeel kan ik nog wel doen. Ik zie dat ik Vaporeon al heb. Oké, dus in ieder geval mutsdeel was interessant in deze ronde. Hey, ik kan niet terug naar de tutorial level. Dat is kloten. Klootje! Ja, want daar heb ik. Want hier heb ik helemaal geen kloten aan. Oké, alleen met deels in voor Saturday. Ach, anders zeg ik en dan zoek ik het later wel uit. Ja, we zitten rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied. En het spellen, dat ga ik niet doen, want dan maak ik sowieso een fout. P-V-U-R-L-J-D-L-I-T. Wow. En nog een Vulpix. Nog een Vulpix.
niet rond het kampvuur en zingen het kampvuurlied. Het K-M-P-V-U-U-R-L-I-E-D-lied. Ja, je hoort hem wel een beetje. Ja, dat komt omdat ik ook mee zing. Nee, maar ook gewoon op de achtergrond hoorde ik hem. Zelfs ik hoor dat niet. Oké, apart. Oh, maar ik zit natuurlijk op Discord. Huh, maar hoe kan jij het dan niet horen, Paddy? Ik hoor het niet. Het was heel zacht, though, maar... Maar ik hoor hem op de achtergrond bij jou, omdat we op Discord zitten. Exit. Ik ga zo'n modderig paardje ga ik proberen te vinden in een gele... Met gele sokken aan. Oeh. Waarom is Vulpix zo pastel in Colosseum? Dat Colosseum niet spoort. Big Oof. Het is wel gewoon een leuke game. Daar niks van. Shinies zijn ook helemaal verneukt in Colosseum. Nee, sommige zijn wel echt heel ziek. Umbreon is bijvoorbeeld heel erg ziek. Oké. Load game. Oké. Weer wat nieuws geleerd. Pam pam. Pum 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 pum. Ja, ja. Pirate Colosseum Final! Yeah. Final countdown zeker. Pu. De enige echte final countdown. De finale aftel. Een bodybuilder met Bagon en Goldeen. Een Bagon. En Goldeen wordt heel ziek, gang. Dat wordt hij inderdaad. Oh. Oeps. What's going on? Ik dacht dat ik de game op de 1 na moeilijkste difficulty speelde. Maar deed de moeilijkste. Nee, ik had de normal mode gespeeld. Oh. Oké, kut. Heb je de hele game nu voor niks gespeeld? Nee, want ik heb alle collectibles gehaald en nog wat andere dingen. Dus het is niet zo erg, maar... Dit laat alleen maar zien dat ik nog aardig wat dingen moet doen die nog moeilijker zijn. Zo, weet je dat een maat van mij, die had ging toen voor een platinum trofee in een van de Call of Duties. Welke weet ik even niet. Oh ja, dat heb ik ook al geprobeerd. Maar die moest toen de story doen. Op de moeilijkste difficulty, waarmee je zo'n beetje met één hit dood bent. Ja. Die moest hij dan in één keer halen zonder dood te gaan. Nice. Nuzlocke. Nee, maar ik weet niet welke deel het was, maar degene waar ik het vaak heb gedaan, dan had je altijd nog checkpoints in het level zelf. Dat weet ik dus niet zeker of dat... En ik heb met Medal of Honor, daar had je dan geen checkpoints, dus dan was het echt, als je doodgaat moet je weer helemaal vanaf het begin van het level spelen. Zo, jezus, waarom lijkt deze Delibird zo fucking shiny in deze game? Omdat het Colosseum is. Het is een beetje een andere color scheme. Ja, dus ze zien, kijk hoe roze die eruit ziet, man. Ja. Het is Pinky en de brain. Maar let op mijn scherm, je krijgt hem zo meteen in beeld. Ja, ik heb hem al gezien. Kijk hoe roze, what the fuck? Maar, in principe... Kan je het heel makkelijk zien of het een shiny is of niet. Want ook het, zeg maar dat
Dat fotootje, dat ziet er dan anders uit. Ja, klopt. En hij glimt altijd nog nadat hij is uitgezonden. Volgens mij... Oh ja, wacht. Je tegenstanders kunnen wel shinies hebben, volgens mij. Maar alleen die shadows kunnen shiny zijn, toch? Ja. Exact. Het kut is als die bij je tegenstander shiny is, dan als je hem vangt, dan wordt hij bij jou niet. Ja. Dat is inderdaad wel een dingetje, ja. Dat is gewoon super kut. Hij moet gewoon Sander laten shiny hunt in deze game en die informatie niet vertellen. Oh, dat is zo ziek. Dat vind ik een goed idee. Dan vangt hij hem, denkt hij, yes, shiny, en... Kijk in de summary, niet shiny. Oh nee, toch niet. Oh. Oh shit. Bij mij willen de shinies vandaag niet zo. Mij ook niet. Rebellion. Jij bent niet aan de shiny hunt, toch? Nee, klopt. Bam. Dat is zeker gemeen als Sander toe, maar wel terecht. En wat... Rusty. Aloha, denk aan de content. Ja. Oh, dat was nog beter dan die tweede vorm van Giratina en Legend Arceus. Ja. Ik heb eens nog pipi doen en gelijk maar ook pauze inschakelen. Maar jij alweer ook? Ja? I know, Danny, guys. Tusha! Ja joh, dit is Paddy waar we het over hebben. Ja. Ik kan net zo goed in brandend huis gaan staan, heeft hij constant rogue. Dan kan hij dat gewoon inademen. Exacto mundo, eh. Raymundo? Ja, Raymundo. Indeed, eh. Maat, als die haloochas eventjes wegblijven met hun cape. Haloocha heeft er gewoon zin in. Oh, any luck removing some more of those demigod statues? Binning. I actually have some moon. Dear me, you have been busy. Incredible. I love me some capies. You're ready for the final Alohomora. Ja, het was een lange regenachtige dag. No lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. Lekker zitten harken van het weekend. Yeah. Ja. Be doing your ik heb nu de halve achtertuin gedaan. Inderdaad. Oh, ik weet nog wat. Ik moest nog iets voor Sandring doen. Hij wilde weten wanneer hij die shiny Dialga zou krijgen met zijn trainer ID SID combo. Ja, je shiny, een shiny Pokémon wordt bepaald door middel van een formule. En in die formule zit je trainer ID en een secret ID. Ja. Dus hij wilde dan weten waar die dan ongeveer zit, hoe lang hij ongeveer zou moeten wachten. Maar hij heeft shiny Dialga al. Ja, klopt, maar we hadden dit afgesproken voordat hij hem had. En hij heeft hem nu dan wel, maar hij wil dat alsnog weten. Kijken, ik weet alleen niet heel goed of dat werkt. Kijken, want het is een static. Manager. Doen we even niemand. Hij deed in platinum, volgens mij. Ja. Sandering. Non in Pokedrader 57939. Secret ID was 27970. Oké. Oké, dan. En dan, ik denk method 1. En gewoon een shiny. Ja. Um,
91, 52. En dan gaan we even kijken hoeveel dat in secondes is. Gen 4. 0, 0, 0. Arc delay. Calibrated seconds. Oh, dat kan niet. 1. Oké, dus dat kan. Het deelding is over. Ik ben zo hard in mijn kontje gebankt. Hard in je kontje gebankt? Ja, and I don't be liking it. What the freaking... Oké, ik heb een vorm gevonden. Nou, hij moest in principe 26 seconden wachten. Wat? Dan had hij Shiny Dioga gevonden. Wait, oh. Hey, waarom is nou niet aangepast, Henk? Kijk, wat ga ik nu doen? Het schijnende Pokémon vangen. Ja, ik weet het al. Ik ga verder met die Emerald gebeuren. Want ik was bezig met competitive breeden. Leuk, Ing. Ja, zeker, Ing. Het ding is alleen... de kans op een competitive Pokémon is vrij laag, omdat er een aantal stats random zijn die je Pokémon kan krijgen. You do like random stats. Ja, dat is zeker. En dan 500 eitjes broeden. En broeden in Pokémoning Gen 3. Het duurt koulo lang. Nou ja, niet zo lang als Gen 2, maar... het komt in de buurt, ja. Kijk, wat ik dan meestal deed was gewoon... Oh, ik heb ook een sluk mee in mijn party. Dat helpt. Je moet hem wel even noemen. Jazeker. Wat ik deed was dan gewoon eitjes broeden. En dan kijken of ik een eentje met heel veel IV's heb. Yeah. Die hou ik dan. Release ik een van de ouders. En dan doe ik het hele riedeltje weer opnieuw. Kijk, dat al. Nou, dit kan wel een tijdje duren. En dan met Pokémon... Nee, Pika Hex. Dan release ik de Pokémons die ik niet ga gebruiken. Oké, dan moet je zelf iets makkelijker te maken. Nou, het gaat wat sneller zo. Ja, precies. En ik kan gelijk de stats zien, want anders moet ik naar de Battle Frontier. Dan moet ik 6 of 7 keer moet ik dan met zo'n guy praten om te bekijken wat de stats van mijn Pokémon zijn. En dan weet ik het ook niet echt accuraat. Nou, dan is dit wat sneller. En in Gen 4 dan kan ik gewoon... dan hebben ze een rater die wel gewoon al je stats benoemt in één keer. Maar goed, dan kan ik ook gewoon Pika Hex gebruiken om te kijken van, joh, hoe goed zijn mijn Pokémon. Kijk, volgens mij is mijn party trouwens vol. Rebellion. En al je eitjes worden nu niet naar je box gestuurd. Dus je moet ze allemaal zelf depositen. Heel leuk. Die eerste ei moet ik even apart houden, want die zou goed zijn als het goed is. Dun dun.
Wanneer mag ik jullie speedrun Pokémon Colosseum leren? Never. Aw. Betty. Zeg het eens. Mag ik jou een keertje Colosseum speedrun leren? Nu ben ik bang. Oh. Nou, het scheelt wel een hele hoop voor de Ribbon Quest, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar je hebt dan een betere Espeon. Ja, die one-shot een beetje alles, toch? Ja, bij sommige plekken gebruik je wat X-specials. Dan gebruik je zo'n glitch daarvoor. Ja, dan moet je hem switchen met in je bag, toch? Nee, dat is alleen met de ballen. Hmm. Met de X-special moet je eerst een healing item gebruiken die niet... die niet werkt. Dus bijvoorbeeld, je gebruikt een Paralyze Heal met je eerste Pokémon op je Espeon. Dan zegt hij, it doesn't affect Espeon of zoiets dergelijks. En als je daarna een X-Special gebruikt, dan gebruik je met je andere Pokémon een X-Special op je Espeon. Ja. Normaal gesproken kan dat niet. Het is alleen, het is geen duping glitch, aangezien je wel gewoon een X-Special gebruikt. Dat duping is alleen met de Pokéballen. Do the loving duping of the Pokéballen. Jazeker. Hé, hey, is dat een Yamma? Een Yamma. Yamma. Imagine. Een blauwe Gastly eigenlijk. Die had je toch ook al geprobeerd te hunten? Yup, maar toen was de Outbreak ook gone. Ah. Century gone. Je hebt wel de hoe heet het ook weer? De Shiny Charm, toch? Natuurlijk. Ben je geen loser, boy? Het is Milan zonder een Shiny Charm. Ja. Oh. Oh, dit is ook zo grappig. Er is hier een Gastly outbreak. Alleen omdat het overdag is, zijn er geen Gastlys. Rip. Ja. En er is ook geen manier om de tijd aan te passen, toch? Of kon je gewoon... Gaan we gewoon weer naar de volgende. Dat was niet echt. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my home twin. We zouden graag zo'n shiny banishing me means I'm going to give up on Anne. Maar ja, als he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us, can we please get the shiny Shroomish? That relic. Dark magic or not is the key to saving Anne. Ook allebei al. To reverse that curse. En die wil ik niet doen, want dan glitch de game. Dan gaat de game helemaal bad op als je die dondozo probeert. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Ja, dat is die hele grote vis. Now I'm more determined to learn what power. Ja, dan dat vindt de game niet zo leuk omdat hij zo groot is. So wait to hear from me then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Maar dat is wel slecht, hoor. Ja, ik denk dat Game Freak met de DLC ook geen Wailord in de game gaat doen. Als ze slim zijn, niet. Als ze heel slim zijn, dan doen ze dat niet, nee.